Mag ik hier nog een microfoon aanbrengen? Uh, so. so. Mijn naam is Wesley Franken, ik uh, ben woonachtig in, uh, in het Antwerpse. Ik uh, ben technologist, uh, ja, fan van ballroom dansen en uh, liefhebber van de fiets. Um, ik, heb, uh, ik heb het geluk dat ik al 24 jaar samen ben met, uh, met mijn soulmate. En we, hebben, um, ja, we hebben twee prachtige zonen, um, dus mocht ik je. Uh, Zeker extra vermelden op vraag van hen. Maar ik ben ondertussen 20 jaar actief als HR-businesspartner in verschillende rollen binnen HR, waarvan tien jaar als freelancer. En ik heb, los van mijn journalistische rol ben ik toch wel vooral ook ja, een grote liefde voor change management. En probeer ik de laatste jaren toch meer en meer te prediken ook in alle opdrachten die ik doe. Uh, Om dat ook change management echt te omarmen als bedrijf. Omdat ik uh, zie dat het ja, heel wat um, ja, positieve zaken ook kan brengen voor de werknemers um, en ook voor de voortgang van, van projecten. Dus dat uh, wou ik specifiek nog even vermelden. Ja, hoor. Een tiental jaar geleden, als ik me goed herinner, de spreekwoordelijke schop heb ik van mijn schoonvader gekregen toen, ik, toen we samen op een terras zaten tijdens een skitrip. Um, ja, um, ik twijfelde al lang over zou ik nu de stap zetten naar het freelance-statuut of niet, maar um, ja, hij heeft mij gewoon de vraag gesteld van ja, waarom niet, wat, wat heb je te verliezen? En dan hebben We hebben samen de, de plannen gesmeed om de, de, de sprong te wagen en daar ben ik hem nog altijd heel dankbaar voor. Um, maar ik, ik had altijd wel ja, al een, een ruime interesse in, in hoe de wereld draait, hoe, hoe bedrijven daar ook een, een rol in spelen. Dus uh, dat uh, intrigeerde me wel. En um, ja, als freelancer heb je ook de mogelijkheid om ja, bij die verschillende bedrijven uh, in verschillende sectoren eigenlijk uh, aan de slag te gaan. Eh, zeker binnen een HR-functie is, uh, is dat perfect mogelijk. Um, en dat maakt dat je, dat je ja, toch, toch een, een ruimer beeld hebt van de wereld. En, en ook ja, een van de voordelen, denk ik, is dat je... Um, ja, doorheen de jaren heb ik al verschillende opdrachten gedaan, ook in, uh, bij, bij vaak eenzelfde uh, klant, dezelfde opdrachtgever. En dan zie je ook de evolutie he, van, van wat je eventueel hebt, uh, hebt geïnstalleerd of he, waaraan waar je, je hebt meegewerkt. Uh, dan zie je ook hoe het bedrijf um, ja, evolueert, hoe de mensen evolueren, zonder dat je daar dan per se he, de hele de tijd ook uh, mee aanwezig bent. Um, uh, ja, los daarvan denk ik ook hey, dat mij heel veel ja, vrijheid en, en mij, mijn gezin heel veel uh, vrijheden heeft gegeven. Uh, tussen de opdrachten door hey, we hebben we wel eens uh, iets langere reizen gemaakt samen, hey, wat, uh, wat ook uh, enorm uh, boeiend is of verrijkend is. Uh, en misschien als laatste om te vermelden is dat ik uh, hey, ook heel groot fan ben van het ja, freelance stat Statuut as such. Dus ik probeer heel veel mensen te enthousiasmeren uh, over, uh, om freelancer te worden. Ik denk dat ik ondertussen al wel in geslaagd ben um, en ik heb ook al een aantal keer meegewerkt bijvoorbeeld aan ondernemers voor de klas, omdat ik merk dat ook jongeren uh, nog, um, ja, nog heel, vaak heel weinig weten over het, uh, het freelance statuut, dus dat probeer ik ook wat uh, te veranderen. Ja. Ja op zich wel een, een, een moeilijke vraag, maar ik denk, denk op zich, ik um, ben altijd van het, van, van het idee van ja, je moet jezelf overbodig maken en in alles wat je doet he, dat je niet te veel ja, verbindt aan de persoon he, die, je, die je meebrengt op dat moment, dus ik, ik, ik probeer er altijd voor te zorgen dat, uh, ja, dat het overdraagbaar is en dat je, dat je op die manier um, ja, dingen in beweging brengt. Ik um, denk het voordeel ook als freelancer is dat je dat een je enorme focus kunt leggen hè, op, op, op een bepaald, bepaald vraagstuk, hè, bepaalde uh, zaken die wat minder lopen. Um, en je hebt minder, ik denk dat Peter Henson het hè, vroeger ook shit of yesterday noemde, uh, hè, als freelancer heb je ook het voordeel dat je, dat je minder met, in de ruis hè, van de onderneming ook betrokken bent. Um, wat maakt dat je, dat je ja, dingen gewoon gemakkelijker uh, in beweging krijgt. Uh, ik denk dat het ook, misschien ook wel naïef is om te denken dat alles wat je, wat je doet of wat, dat dat ook blijvend is. Je moet daar ook de nodige ja, de relativiteit in nemen. Maar, maar de overdracht, een beetje afhankelijk van het type opdracht, is het puur een vervanging van iemand. Ja, dan komt die persoon terug. Is het echt iets, iets ja, installeren van een nieuw systeem of een change die een bedrijf is doorgegaan, ja, dan... Dan um, zit je ook gewoon in, vaak in een volgende fase van dat project. Op he, het moment dat je dan weggaat, dan kan je het ook aan, aan iemand overdragen die dan ervoor zorgt he, dat, het, uh, dat het ook uh, weer blijvend is. Dus je uh, probeer het dan wel te verbinden aan ja, een aantal personen en hen wel uh, de nodige documentatie te geven, uh, om, het, uh, om het effectief ja, in stand te houden. Ja. Ja, Ik ben uh, momenteel nog aan de slag bij Wolters Kluwer, een, uh, een bedrijf in het, in het Mechels. Ik denk misschien door de meeste mensen gekend als, als uitgeverij. Ze hebben uh, al een hele transformatie uh, doorgegaan um, tot, tot effectief ja, ICT-bedrijf of uh, softwareontwikkelaar, um, voornamelijk in de accountancy en de juridische um, sector. Um, ze zijn met 700 mensen in België en um, uh, meer dan 20.000 mensen in, uh, over, over de wereld. Um, en daar ben ik ja, iets, iets langer dan een jaar geleden gestart als uh, HRBP. Um, maar ja, ik, ik vind het op zich een fantastisch bedrijf omdat ik daar heel warm ontvangen ben en van bij de start he, was ik echt uh, ook uh, een van de collega's en dat um, is een grote en non nonsense cultuur dus dat, dat maakt dat je ook wel ja, de beste versie van jezelf kunt zijn. En dat, dat, uh, heb ik enorm gewaardeerd. Ook hè, in, het, uh, in het project waar ik nu, nu ben. I, ik heb voornamelijk in, in, in eerste instantie HRBP-taken gedaan. Hè, um, tot, uh, tot half december ongeveer. En dan heb ik eigenlijk mijn, uh, uh, mijn taak kunnen overdragen aan een nieuwe collega. Um, en dan uh, heb ik het vertrouwen gekregen om eigenlijk, ja, mee als ja, een soort supporter, data cruncher, uh, projectleider um, te starten um, um, voor het ja, nieuwe functieclassificatiesysteem. En dat Global Queer Framework, wat ze graag willen installeren ter vervanging van het huidige systeem, was, is op zich een grote klus. Ze zijn er ook al een tweetal jaar mee bezig. Maar het feit ook weer dat ik daar de focus kreeg van om dat, op dat project specifiek te gaan werken, maakt dat je dan ook weer dingen in beweging krijgt en dat je ook zaken kunt, kunt wijzigen. En daar ben ik wel heel trots op dat je, dat je ziet dat, ja, denk ik, denk dat ik dat wel, wel mag zeggen dat, dat er een... Er is een status quo was hè, in de onderhandelingen. Um, en eigenlijk door ja, de data wat op een andere manier te gaan bekijken, uh, um, ja, ook te luisteren van de, naar de noden van de werknemersvertegenwoordiging, um, om op die manier ja, de data wat visueler op een andere manier te gaan voorstellen, wat maakt dat die onderhandelingen ook weer uh, uh, zijn kunnen hervatten. En, en, en ik hoop, hè, fingers crossed, hè, dat we volgende week de, de nieuwe CEO kunnen tekenen. Dus dat zou, dat zou heel fijn zijn. Maar los daarvan ben ik al heel trots op het werk dat we samen met het team gedaan hebben. En ik, ik hoop dat ik daar een, 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 een opbouwende rol heb in heb in, kunnen spelen. Maar ja, het zal mij veel pijn in het hart zijn volgende week als ik afscheid moet nemen van Wolters Kluwer. Zeker en vast. Ja, voor mij persoonlijk heb ik wel de evolutie gezien van eh, HR als een meer een verplicht nummer in een organisatie. Ik denk, denk ik ken allemaal de termen personeelsadministratie. Ik was niet, ik vroeger ook niet zo'n fan van personeelszaken. Ik vond het heel... Uh, het uh, zijn mooiere termen. Maar eh, je hebt de evolutie gezien naar, naar HR als een partner voor effectief ook ja, samen te werken aan de bedrijfsresultaten. En, dan, en, en dat dan in combinatie met de technologie die er ook Um, die binnen HR ook zijn intreden heeft gevonden eh, al enkele jaren. Um, vind ik het ja, heel leuk om daar ook in dit tijdperk te werken binnen HR. Uh, en er zijn nog heel wat zaken die op ons afkomen. Hè. Denk, denk maar aan de, de chatbots en de, en de metaverse, eh, die, uh, die ook wel zijn intreden zal vinden, denk ik, binnen de, de bedrijfsfeer. Um, dus dat maakt dat ik vooral heel nieuwsgierig ben naar, uh, naar de toekomst.